Dan heb je natuurlijk ook verschillende soorten keuzes die je kan maken. 500 watt, de B10+. Maar je kan ook naar 1000 of 2400 watt seconden. En het heeft allemaal te maken met afstand. Hard licht, zacht licht. Grotere lightsabers, kleinere lightsabers. Daar komen we zeker nog een keertje op terug. Maar dit gaat om het aantal wattage. Als ik een verdubbeling maak van mijn afstand ten opzichte van mijn model. Stel je voor, mijn lichtkop staat op 1 meter en ik ga naar 2 meter. Dat is de inverse square law. Dan hou ik nog maar een kwart over van mijn 500 watt seconde lamp. Dat is 125 watt seconde wat ik nog maar overhoud. Zo snel gaat het. Dus van 2 meter naar 4 meter, want dit is een verdubbeling. Dan hou ik weer, zeg maar, daar weer een kwart van over. Het mooie is dat het percentage steeds kleiner wordt. Maar dat leer ik jullie nog wel een keertje in een goede masterclass. En als je het niet weet, kun je het altijd nog laten tatoeëren.